persconferentie was in Amsterdam, niet in Zeist. Had het jou nog verbaasd? Of, Nee. Volgens mij was het wel een traditie in Zeist. Het laatste seizoenen is volgens mij vaker ook in Amsterdam geweest. Ik zou volgens mij nog één keertje dat Ajax dat terugreisde vanuit een Europees uitduel. Kun je nu ook niks meer voorstellen. Nee, en nu was het volgens mij vanochtend in Eindhoven. Nu hier heeft ook weer met trainingsschema te maken. Maar de beker stond er, hè? De beker werd binnengereden. En nou, daar gaat het komende zondag om. In alle pracht en praal. Ja, daar gaat het komende zondag om. Maar het ging ook best wel veel nog over de wedstrijd. De laatste wedstrijd tegen PSV. De afgelopen wedstrijd. Ja, daar waren wij een aantal dingen. En waren wij gewoon niet goed genoeg. Slordig aan de bal. Waarin je ook niet in succesmomentum komt. En waarin je PSV sneller in omschakelingen brengt. Dus ik vind vooral dat wij terug moeten kijken naar de wedstrijd. Tuurlijk creëer je wat kansen. Maar daardoor, als je heel snel de bal verliest, kom je ook niet snel in je ideale veldbezetting. Maar wat heel erg belangrijk is nu, is dat wij een reactie geven aankomende zondag. Het straalt bepaalde revanchegevoelens uit. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want het was natuurlijk wel een grote afgang. En dat is nog maar een paar dagen geleden. Het komt natuurlijk niet vaak voor dat je twee keer in 8 dagen tijd tegen dezelfde club speelt. En helemaal niet met een bekerfinale. En helemaal niet een rivaal als PSV en Ajax tegen elkaar. Dus ja, daar zitten gewoon heel veel emoties bij. En die wedstrijd in Eindhoven zijn ze hier niet vergeten. Die hebben ze, nou ja, ik vond het wel mooi dat hij te gaan liet vallen dat hij 5 keer... volgens mij de eerste 25 minuten van de wedstrijd teruggekeken. Ja. Om maar steeds weer opnieuw, dan zie ik toch voor omdat hij steeds weer denkt, nou, en nog een keer kijken. Ja, en hij kan ook niet goed tegen zijn verliezers. Dus dan moet je niet bij hem in de buurt zijn, denk ik. Ik denk dat hij een hele beroerde week gehad. Nee, maar dat hebben alle spelers van Ajax gehad. Als ik die wedstrijd, ik heb het eerste kwartier denk ik 5 keer teruggekeken. We waren inderdaad niet scherp. Ik vond ons daarin, als je kijkt, hè, los van de slordigheden in balbezit. Wat ik net aangaf, PSV kwam heel vaak in succesmomentums. Zonder dat zij echt, natuurlijk, hè, zeker wanneer wij de bal op eigen helft hadden, zie je wel dat ze hoger willen staan. Maar daarin maken we hele simpele, makkelijke fouten. Easy mistakes. En daarin komen zij eigenlijk in het gevoel, we hebben in de eerste kwartier 3 corners moeten verdedigen. Nou ja, niet alleen deze week, maar bijna het hele seizoen zit het natuurlijk ontzettend tegen. En is het eigenlijk van de ene teleurstelling naar de andere teleurstelling wandelen. En dan heb je nu met een bekerfinale waarin je een prijs kan pakken, waarin je zondagavond toch iets kan vieren en blij kan zijn. Ja, dat is een soort emotie waar gewoon in Amsterdam dit seizoen heel weinig sprake van is geweest. En dat geeft ook aan hoe belangrijk het is. Natuurlijk. Een troostprijs, dat werd ook genoemd. Daar willen ze natuurlijk niks van weten. Ze noemen het natuurlijk een hoofdprijs. Maar als je het over het hele seizoen ziet en alles wat er gebeurd is, nou, dan is het niets meer dan een troostprijs. Alleen wel een hele belangrijke. En helemaal in de flow waarin Ajax nu zit. Waarin gewoon heel veel tegen zit en waarin heel veel chagrijn is. Nou ja, dan moet je niet, denk ik, nog een keer van PSV verliezen. En ook die beker niet pakken. Want dan wordt het alleen nog maar onrustiger. En dan wordt het alleen nog maar chagrijniger hier. Wij zullen aankomende zondag een reactie moeten geven. En dat is het mooie. Hè? Want iedereen praat nu over de wedstrijd van afgelopen zondag. Het is nu een bekerfinale die je gaat spelen. En dat is 1 wedstrijd. En uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we als winnaar van het veld afstappen. Ja, nou, Edson er weer bij. En misschien Kudus. Of tenminste, tenminste, hij zei dat hij mogelijk zou kunnen spelen. Ja, Rensje Kudus in ieder geval weer meegetraind, deels met de groep. Dus die zijn nog niet topfit. Morgen gaan ze reactie afwachten. Nou ja, dan heb je, ja goed, je hebt nu nog meer dan 48 uur tot de wedstrijd. Dus nou, de hoop is wel dat ze bij de wedstrijdselectie kunnen zitten. Dat ze niet de hele wedstrijd kunnen spelen. Maar ik denk vooral in het geval van Kudus is het wel heel lekker als je die achter de hand hebt. En ja, mocht de stand erop vragen, erin kan zetten. Want ja, ik denk ook wel sinds hij eruit de basis verdwenen is door zijn blessure. Ja, zie je ook gewoon dat ook het aanvalsspel zoveel moeizamer gaat. Dus ja, mochten wij terugkeren, dan is dat echt wel een kwaliteitsinjectie richting zondag. Ja, ja, die hoge ballen, daar vroeg jij John Heitinga ook naar. Want dat is een heikel punt bij Ajax. Ze krijgen ontzettend veel tegendoelpunten uit voorzetten. Je moet die voorzetten eruit halen. En daarin ook, je moet je eigen strafschopgebied beter verdedigen. Ook die goal die we tegenkrijgen, ja, het staat gewoon 2-1 in het centrum. Natuurlijk is Luc de Jong een van de beste koppers. Misschien wel de beste kopper van Europa. Maar het staat nog steeds 2-1. Dus dat heeft te maken van waar sta ik ten opzichte van hem. En waar staat jouw collega-verdediger. En natuurlijk heb je ook het dubbele van in dit geval de voorzet die gegeven werd door Bakayoko. Daarin heb je je back en je buitenspelers die daar. Ja, dat zijn allemaal afstemmingen. En dat is ook maar over mijn lijkmentaliteit die je moet hebben. Je moet daarin ten koste van alles, moet je doelpunten zien te voorkomen.
En dat is natuurlijk ook, het begint eigenlijk al daarvoor. We weten namelijk wie de voorzetten geeft. Maar we weten ook wie geeft die paas. Dus dat betekent ook dat die onderlinge afstanden moeten veel kleiner zijn. Zodat je sneller het duel kan spelen. En ik zit helemaal niet zo diep in die data hoor. Maar toen Pieter zei, van, ja, ze hebben al 13 doelpunten uit voorzetten tegen dit seizoen. Nou, dat getal zegt je dan ook niet zo heel veel. Maar als hij dan zegt, nou, dat is net zoveel als de voorgaande 4 seizoenen bij elkaar opgeteld. Nou, dan denk je, ja, dan zit er toch wel echt iets goed mis, verdedigend. En dat zien we ook allemaal. Alleen dit zijn statistieken waar je toch ziet van, oké, Ajax is dus zo gigantisch kwetsbaar met voorzetten. Maar ligt dat dan aan de positionering voor de goal? Ligt dat aan dat je in lengte hebt ingeleverd, in kopkracht, in verdedigers die het spel kunnen lezen? Daar was ik een beetje benieuwd naar. Tadić werd gevraagd naar die uitspraak waar hij, denk ik, wel weer spijt van heeft dat hij dat gezegd heeft. Dat er te weinig kwaliteit zit in de selectie. But of course, there was nice some challenges on trainings and this is also what we need. A little bit more fire and this is nice. Okay. Zal ik doorgaan met John? Vind je van die opmerking van Dusan als aanvoerder van ja, we hebben betere spelers nodig. Mag dat gezegd worden in een topsportklimaat, John? Ik denk dat hij zijn gevoelens uitspreekt. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat wij nu vooral met de wedstrijd van zondag bezig zijn. Ik denk ook niet dat hij er ook helemaal geen spijt van heeft. Ik denk ook niet dat hij dat blij is dat hij dat een keer gezegd heeft. Ik denk ook dat hij dat al veel vaker had willen zeggen. En ik denk ook wij moeten daar ook niet, en wij, dat klinkt zo het media, maar ook dan niet nu van, oh, dat had je niet kunnen zeggen. Nou, laten we blij zijn dat er eens een keer een speler iets zegt wat wij allemaal kunnen zien. Want het is ook natuurlijk geen hoge wiskunde wat hij zegt. Het klopt ook. Niemand, ook al ben je blind, iedereen ziet dat dit Ajax ten opzichte van de afgelopen jaren, want daar hebben we het over met Tadić. Tadić is gekomen in 2018. En die heeft daarna elk jaar een landstitel gepakt, op nummer 1 geëindigd en fantastische spelers om zich heen gehad. Ja, iedereen ziet dat dit Ajax kwalitatief veel minder is dan het Ajax van de afgelopen seizoenen. Nou ja, dat heeft Tadić aangegeven. Nou, dan is hem gevraagd naar de komende zomer en dan zegt hij, ja, daar moet kwaliteit bij. Ja, dat ziet ook iedereen. Ja. Dus het is ook, snap je, van een beetje van, oh, nee, dat mag hij niet zeggen. Ja, ik vind het meer dan terecht dat hij dat zegt. En tegelijkertijd zegt hij dan ook vaak tussendoor, maar ik kijk niet alleen naar anderen, ik kijk zelf ook in de spiegel en dit moet beter en dat moet beter. Mm. En als er iemand recht van spreken heeft, dan is het Tadić, want die heeft de afgelopen jaren zoveel betekend voor Ajax en zoveel waarde gehad. Niet alleen met doelpunten en assist, maar ook met zijn hele manier van leven, dat topsport, klimaat wat mede door hem erin is gekomen. Alleen hij ziet nu ook dit seizoen wat allemaal weg is gevallen. Ja. Ja, en dat is gewoon heel veel en dan krijg je een seizoen als dit. En ja, ik denk wel dat Tadić zei wel inderdaad van, ja, ik heb het gezegd. Het is wel zo, hij heeft het nu kenbaar gemaakt. Het is dan wel weer niet slim om dat dan na elke wedstrijd opnieuw te noemen. Want ja, nu weten we het. En het is ook algemeen bekend natuurlijk. Ja. Ja, ja. Met wat voor gevoel denk je dat Ajax dan toch richting zondag gaat? Nou, welke bron van vertrouwen kunnen ze uitputten? Ja, yeah, definitely. Always you want to do better. Definitely. And but also it's important. I think every one of us, we need, if team perform good, then we can show some qualities. And I think this is the key. We need to perform good as a team, in defense, in offense, and then everyone will show some qualities. Ik denk Ivan's gevoelens zullen absoluut super getergd zijn. Ze super energiek aan de start verschijnen. Ik denk ook dat Ajax echt vanuit fluitsignaal erop klapt. Even simpele voetbaltermen gezegd. Maar dat komt omdat je afgelopen zondag hebben ze gemerkt dat ze dat niet doen. Wat voor wedstrijd je dan kan voetballen. Alleen dan wordt het gevolg belangrijk. Want dan houdt wel in van, oké, PSV speelt graag op de counter. Kan fantastisch counteren. Als Ajax tegen een domper aanloopt en PSV komt op voorsprong. Kijk, dan kan het ook weer als een kaartenhuis in elkaar zakken. Want het vertrouwen is super broos. Alleen, ze hebben duidelijk aangegeven dat het anders moet dan afgelopen zondag. Dat is duidelijk. Nou, dat gaat Ajax, denk ik, moet Ajax ook wel doen. Mm. Alleen, het is niet zo dat nu, het is nog zo vers. En het is niet zo dat nu de spelers van Ajax opeens in een paar dagen tijd hele andere voetballers worden met andere karakters. Dus ja, het is een flinterdun lijntje. En ik denk vooral de start van Ajax zal echt cruciaal zijn. Ja.